Wat vind je het leukste aan het werk? Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet hebben om dit werk te kunnen doen? Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Wie ben je en wat doe je bij de Nijverwassing Groep? Ik ben Jody Lensling en ik ben Business Intelligence Analyst. En ik werk voor afdeling applicatiebeheer. Wat is jouw rol binnen dit team? Zoals ik zei ben ik Business Intelligence Analyst. En ik hou me vooral bezig met het analyseren van grote informatiestromen. En werk dus veel met data om te zorgen dat we inzichten gaan krijgen op bepaalde vraagstukken. Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet hebben om dit werk te kunnen doen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je kritisch bent, communicatief bent en dat je het leuk vindt ook om met in projectverband te werken. Het is aan jou eigenlijk de taak om te zorgen dat je de juiste dingen eruit pikt, zodat je uiteindelijk hun behoeftes kan gaan vervullen. Wat vind je het leukste aan het werk? Omdat je voor de gehele groep werkt, is dat je best wel een variërende baan hebt. Met best wel veel variatie in vraagstukken. De ene keer zit je echt in de transportkant. De andere keer hou je meer bezig met vraagstukken die betrekking hebben tot de bedrijfsvoering. En de andere keer ben je druk met het dealerbedrijf. Wat moet je allemaal kunnen om dit werk goed te kunnen doen? Je moet dus kritisch zijn. Je moet interesse hebben in techniek. Het is niet direct zo dat we verwachten dat iedereen heel veel techniek in huis heeft. Alleen je moet natuurlijk wel enigszins IT-minded zijn om te zorgen dat je en goed die behoefte kan aftasten bij je gebruikers. En dat je ook toch kan klankborden met je collega's om tot een goede oplossing te komen. Koffie of thee tijdens je pauze? Ik drink het liefste gewoon koffie zwart. Dus ik heb er altijd liever wat bij dan erin ook. Dus, welke studieachtergrond heb je? Ik heb zelf HBO IT en Business gestudeerd. Dat is eigenlijk wel een opleiding die meerdere collega's hebben gevoerd. Je ziet dat bij onze afdeling veelal technische bedrijfskunde, technische studies aan bod komen. Wat is iets dat mensen vaak denken over je werk wat niet klopt? Dat er alleen maar mensen in Star Wars shirts hier rondlopen op de afdeling en dat het daarmee is gezegd. Maar... Wat vind je het leukste aan software en technologie? Dat je eigenlijk als afdeling toch wel kan bijdragen en een steeds slimmere manier van werken. En ook zorgen dat mensen zich steeds beter op het werk kunnen richten wat ze leuk vinden in plaats van de randvoorwaarden. Kun je ook als trainee aan de slag? Jazeker. We hebben best wel veel vraagstukken die niet echt alleen maar om IT-kennis vragen. Dus dat betekent dat je juist als trainee ook soms hier projecten kan aanvliegen waarbij je ook heel mooi kan ondervinden wat je zelf het leukste vindt. En omdat je meerdere projecten tegelijkertijd doet, ga je ook heel snel dus merken waar je eigen voorkeuren liggen. Lijkt je nou leuk om bij ons te komen werken? Kijk dan eens op onze website. Ben je nou eens benieuwd naar een van mijn andere collega's? Kijk dan ook eens een van de andere video's die online staat.